Welkom beste carnavalsvrienden. In deze aflevering van Sassendonk TV volgen wij Hans Platje op zijn weg in het Sassendonkse carnaval. Hans Schut van Aere op bezoek bij de Unnen. Het eerste bezoek is bij Kees en Jantina. Die zitten ook in het complot. Nog hier verder. Waar staat daar? Lang uur op de banken. Goedenavond, Jantine. Hallo. Hans, hoe is ie, jongen? Ja, lekker. Hey. Hi. Ah, daar is die Platje wel van. Dankjewel. Goedenavond. Welkom. Kom maar daar. Ook doet niks. Geen wagon. Jawel. Wat een vraag. Wat een vraag. Hey, Kees. Heel goed. Lekker. Nou, dan heb ik hier bij Kees en Jantina. Ze heet Jantina. Leer dat toch eens een keer. Ja, dit wat we ook gaan doen. Dat is helemaal nieuw in Zwolle. Oké. Dat Sassendonk TV. Kijk, en dan heb je wat mensen. Dat is nog in Verre Steenwijk. Maar ik ben ook voor één ding ben dat u nog net even wat te vallen heeft, een bakje koffie, Grino. Ja, zeker. Een bakje koffie. Een steenweek bakje koffie. Zullen we dat doen? Nou, dat zullen we nog maar even doen. Maar wie bent nou eigenlijk die een... Wel, zij dus. Ja, dat was hier. En eindelijk gaat Hans op pad. Sterker, we moesten met 44 zijn. Goedenavond, ik kwam voor 44. Jezus, wat is dit nou? Dag, Nicky. Kijk, ik ben met mijn huis gemaakt. Nou, dat is dat leuk. Daarom is er ook een overval. Wil ik even binnenkomen? Ja, tuurlijk. Nou. Hallo. Ach, je hebt wel eens goed geweest naar 44. Ja, ik begrijp het. Hé, maar wie gaat? Wie is dit dan? Ja, Hans. Ik zie niks. Wiegel, ik moet kijken. Ik loop erbij. Ja, zeg het maar, Hans. Wiegel, wie bent bij de hun? Ja. En dan denk ik van... De hun, hunne ben. En wie komt in de groene? Ja. Ja, Hans, wat heb je dan verwacht? Ah, dat is helemaal geweldig. Dit is ook wat, jongens. Ja, dit is Sassendonk TV. En wij komen thuis bij... Nou, en u bent nog weer niet van de hun. Ik loop in mijn ijsbak. Dat kan toch niet? Natuurlijk wel. Dat is juist mijn mooiste. Normaal zien jullie altijd in die berenvel. En ook in het ijsbak. Nou, een lekker bakje koffie. Alweer? Hé, Moppie. Kijk eens. Een wagon te benen. Dat is niet versleten met de... Nee. Ach, kijk. De eerdes uzes kunnen we ook even kijken. Vorige week maandag had, mocht niet zijn. Maar hij had toch kunnen zeggen, ik loop hier nooit zo bij. En nu wel. En de adjudant, kunnen we ook even kijken wat er gebeurt. Ik kom ook weer bij de kleding. Dan ben ik ben net thuis, man. Ja, wat dacht je van mij? Oh, hoor toch? Hey, hoe is het? Hey, goed. Ja, mooi man. Ik wist van niks, hè? Ja, weet ik wel. Ik wel. Iedereen wist het zo'n beetje van de vereniging. Ik dacht postcode loterij, dacht ik. De hele vereniging. Ja, en ook nog wel. Het mooiste is, die staan hier voor de deur. Ja. En er zit, hoe heet ze? Esther. Esther zit voor de deur. En Gert die zegt van, mag ik wat vragen? Nou hoor, we zijn op zoek naar nummer 44. Dus zei aan moeder van, dat is 44. Ja, dat is Jeroen Doekie, dat is bij Kees. Ja. Want die zaten ook in het blot, dus wij moesten naar Kees toe. Ja.
En toen komen we hier, we waren er twee keer niet langer zitten. Ja, en jullie wisten dus allemaal, we zijn het van. Nou, Kees wist het, Aald wist het, Hans wist het. Ik zei, en als het toevallig weer aan het eten is, dan neem maar mee. Dan schuif ik weer hem aan. Ja, dat hoort, hè? Want dan kunnen we altijd goed uit, want het is meestal om etenstijd dat we dit soort dingen doen. Ik heb naast niet, hoor. Ja. Maar als het boeren komt met worst was de best, wat dan? De vierde, ja, oh ja, in ieder geval. Maar dan moet ik toch even wat vragen. Nou heb ik volgens mij toch gelezen, ergens op Facebook of zo, van wij doen niet meer, de hun. Heb ik dat goed? Nee, wij doen niet meer. Wij gaan in, wij gaan niet meer naar zoveel feesten. Niet als vereniging. Niet als vereniging. We gaan naar vriendengroep. Oké, dus vriendengroep gaan we verder. Maar dat, ja. Jullie waren er al eerlijk anders. We zijn 25 keer naar Zolle geweest. Nou, ja. daar wordt gewoon feest te veel. Wij wonen hier in Steenwijk. Het is iedere keer 36 kilometer. Mm-hmm. Nou, en altijd moet er iemand rijden. Hè? Nou, je moet meestal met twee auto's, dus altijd moet iemand nuchter blijven, dan is dat helemaal niet zo'n probleem. Maar goed, Niki weet altijd. Ik rij heen. Ja, goed verdeeld. Ja, zo verdeeld het dan. Ja. Ik rij nou niet meer, want ik ben nachtblind dus. Oké. Dat ik rij niet meer. Kijk, dat is de reden waarom als jullie nog niet meer naar Zwolle te komen zijn. Jullie hebben geen vervoer meer, geen chauffeur. Nee, maar het is gewoon... De belasting wordt te groot. Ja, ieder weekend. Het kost natuurlijk ook een boel geld. Ja. Of een boel geld, dat ligt natuurlijk aan jezelf. Maar goed, je gaat niet delen aan door een droogje. Dus, nee. Vandaar dat wij nou, dit doen voor het tweede jaar. Dus, ik wil overal wel heen hoor. Maar ja, goed, wij beslissen. Samen. Kan ook niet. Samen. Wel, hè? Het kan toch niet. Nee. Ja, maar ik denk dat de Zolse vereniging ook niet allemaal bij elkaar komen. Nee. Wat denk je, Jans? Ik gooi nog even wat olie op het vuur. Nee, dat u ook ziet, dat niet allemaal hoor. Nee. En daarom gaan we ook als vrienden lopen. En niks in de optocht? Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Of dit je voor de prijzen meedoen? Ja, wie weet? Wie weet? We doen eigenlijk jou voor de prijzen meedoen. Ja, je weet maar nooit. Nee, we gaan donders, vrijdags, zaterdags, eind van de dag gaan we al die mensen naar de Chinezen. Gaan we de hele Chinezen op kop zetten. En zaterdagavond af naar de Oeroebappers. Ja, nee, ja, we gaan altijd naar de Oeroebappers. Zondagsmorgens ontbijten. Prinsenontbijt. En naar de kerk. En naar de kerk. Nou, gingen we altijd naar Ron toe, maar ja, goed, de Ronde is er niet meer bij. Dus gingen we daar altijd verder borrelen. Maar vorig jaar zijn we nog op uitje geweest, op een schutter. Ja, dat is ook niet meer. Nee, dat doen we altijd. Gingen we ook altijd bij hem heen? Ja, altijd. Dus altijd de één keer van het seizoen, maar het was nu na de mis was het. Ja, de mis. Ja, dus was ik wel blij van, want deze is nog niet meer. Nee. Dus hele mooie foto's maken. Maar. Dat is een piano was. Nee, dat is een huispak. Nee, dan moet je wel benadrukken, Wiegen, dat het een huispak is. Ja, ons, dat zie ik ook wel. Geen pyjama. Nee, want anders dan... Dan moet je wel even op door, Baduro. Nou, je weet zelf ook wel. Ik loop nooit zo. Nee. Ik neem mee een slokje koffie, een slokje. Net zoals mij ook. Nou, vrienden bedankt. Wel, het was gezellig. Maar we gaan nou toch echt een neus doen. Ook zien dat hun niet in hun woont, nee, maar in gewoon huis. Ja, ja, dat klopt. Okay. We zien jullie weer in Zwolle. Ja, superleuk. Okay. Ja, ja. Oké, doei.